dames en heren, we gaan hem nu betreden. De Handje Hotel met Scare. Dus ik ben benieuwd. Nou, mag je doen? Succes, hè? Dankjewel. Of misschien is al mij dood. Maar ja, we beginnen hier dus met groot elementen. Leuk met water pakken. En evenwichtsbalk. Haunted Hotel. De ook altijd leuk om die bokzakken. Komt de kaartjes aan de kassa van dit hotel. Echt. Die achterkant, de voorhand zeg maar heel mooi. Haunted Hotel. En dit is een heel leuk link naar een hele mooie zaak. Maar die is niet aan deze echt gekomen. Komt de kaartjes aan de kassa. Nou gaan we over de staptegels heen. Met nog een bokzakje. De mooie van evenwichtsballen met een bokzak. Dus ja, echt leuk dat het begint met funhouse elementen. Nog meer leuke poppen. Echt leuk. De complimenten. En nu gaan we echt het huis in. Gaan we hem echt betreden. Ja, hier zit echt een heel mooi pop, vind ik. Heel mooi gedaan. Sowieso met stroboscope effecten. Maar je moet echt niet bang zijn voor hele krappe ruimtes. Want dat is namelijk dit huis wel. Oeh, schrik. Ja, echt heel leuk. En dan gaan we hier door een paar hele krappe ruimtes heen. Dan gaan we deze kant op naar rechts. 180 graden gedraaid. En nou weer naar links 180 graden. Het is echt heel nauw. Maar wel heel mooi. En ook heel erg donker. Oh. Hier zou ook iets zitten, maar die doet het helaas niet. Dat is wel een beetje jammer. Maar dan mag de pret niet drukken. Want er zijn nog meer scares. Dan gaan we een beetje rechts. Naar links. Zo, heel veel strobo. Hier zit dus waarschijnlijk een pop achter of helemaal niks. Maar echt heel blindmakend. Dan gaan we door. Naar rechts. Dan verder naar rechts. Dan wordt het een beetje nauwer. En ik hoor al de scares boven lopen. We hebben dit gehad. Dan zie je daar een trap. Dan gaan we naar boven. En we komen uit bij de scare act design. Bah! Zo! Jezus, die is echt heel goed. Hele goede scare. Echt, die was heel goed. Want die zag je echt niet. Echt verrekt is goed. In ieder geval, nou zeg maar een beetje een volwassene editie. En hier nog meer funhouse elementen, bokzakken. Netjes altijd leuk. Dan hebben we hier banden waar je in moet stappen. Hier wat elastieken. Nog een mooie bokzak. En wat zien ze er toch heel mooi eruit. De gezichten, de kleren, echt heel mooi gedaan. Thank you. Ja. Nou, we komen dus hier buiten op het balkon. En moet je kijken hoe mooi de paintings. Oké, het is wel bestikkerd, maar hij ziet echt heel mooi eruit, dames en heren. Ofwel, de Haunted Hotel. En zo gaan we terug, die gaat naar binnen. En dan komen we op de andere kant. En wie zal ze dan opgehangen hebben? Mark Rutte? Nou, nah, dat weet ik niet. Ik zal het toch niet met hem doen. Maar echt waar. Het is echt een heel mooi loopspookhuis tot nu toe. Heel mooi verzorgd, aangekleed. Echt waar, echt bekend, de complimenten. En dan hebben we hier nog een stukje. Met wielen. Door een paar boksballen. Ah, er zijn meerdere mensen naar binnen gekomen. Ik hoorde meiden gillen. Dus ja, het is echt geweldig. Sowieso met die twee scare actors. Ja, echt heel mooi aangekleed. Heel mooi gesmeerd. Sowieso die scare beneden. Als je naar de trap toe loopt, die verwacht je echt niet. Maar die is echt hartstikke goed. Echt geweldig. Maar altijd leuk. Touwtjes. Weer tractorbanden of autobanden. En dan hebben we hier een hele mooie pop. Ja, echt aankleding, geweldig. Echt heel netjes opgelet op details. Daar hou ik van. En hebben we hier nog een mooi popje. Ja, het is echt een net verzorgd loopspookhuis, dames en heren. Echt waar. De complimenten. Zo hier beneden. En dan hebben we hier het laatste pop. Ja, echt waar, dames en heren. Kom je hem tegen? Houd het hotel van Rulo.
en Meijersen. Maak er een looptocht doorheen, want het is echt een heel mooi loopspookhuis. Van begin tot aan het einde. Heel veel mooie, goede scares. Leuke scare actors, mooi aangekleed. Echt waar, dames en heren. Ik kan niet vaak genoeg zeggen, kom hier naar Den Haag toe en ervaar hem. Houd het hotel van Rouleau en Melissen. Het is echt een hele mooie om te zien en om te doen. Of kom je op je eigen thuiskamer tegen en ga er nog even doorheen. Maar dit is gewoon hartstikke leuk. Dat een scare actor achter de meiden aangaat. Zo wordt het heerlijk. We zouden eigenlijk een spookhuis kunnen zijn voor tijdens de Halloween Fright Night of Halloween Night en deze in Toverland. En dit is dus Haunted Hotel.